Gaaf. Ik mag vandaag iets delen uit Gods woord. Ik heb het natuurlijk een beetje tegen de dopelingen, want ja, het is een hele beslissing. Ik laat mijn eigen dopen. Maar het is eigenlijk voor ons allemaal, want je hebt allemaal van die momenten nodig dat je, ik heb het genoemd, de wapenrusting aan moet trekken. En dat kwam eigenlijk, werd geïnspireerd door Maarten. Maarten is die jongen die 11 steden gezwommen had, weet je wel, van de week. 195 kilometer. En toen dacht ik, maar dat heb je vorig jaar ook geprobeerd en toen was het niet gelukt. Het water was te warm, er was blauwalg. Maarten zijn conditie was niet goed genoeg. Tenminste, dat vond hij zelf. En hij ging het dit jaar opnieuw proberen. Ik heb een beetje gekeken, gelezen, met interviews die hij gegeven had na die tijd. Wat het verschil maakte, waarom hij zegt, nu wil ik het nog een keer proberen. Nou, A zei hij, ik heb een goed pak aan. Dus hij had een bescherming. Punt 2, had hij goed geoefend, hij had geoefend. En daarbij had hij betere voeding en hij sliep meer. Maar het belangrijkste was, en dat was de motivatie waarom hij het wou doen. Want kijk, als je goed oefent, zit het in je benen, het zit in je armen, het zit in je lichaam. Maar uiteindelijk, die dingen zijn allemaal het gevolg van de keuzes die hij hier maakte. Hij heeft hier een beslissing gemaakt, als ik nog één keer probeer en ik ga 195 kilometer zwemmen, ik doe daar een dag of 4 over, dan haal ik 5 miljoen binnen voor een kankerfonds. Die beslissing heeft hij hier gemaakt, in zijn verstand. Als hij die niet gedaan had, was hij niet beter gaan eten, was hij niet harder gaan zwemmen, had hij het niet gehaald. Dus de keuze, en dat vond ik zo gaaf, dat denk ik, vorig jaar lukte het niet, maar jij geeft niet op. Jij gaat het nog een keer proberen. Van de week las ik een kort stukje over waarom mensen dat zo'n keuze kunnen maken. Als die keuze voor jezelf is, dan ben je veel eerder geneigd om op te geven. Maar als die keuze is voor een ander, dan maak je die veel gemakkelijker en dan is die motivatie veel dieper, veel puurder, veel echter. En Maarten zwom niet voor zichzelf. Hij zwom voor het kankerfonds om onderzoek te doen, omdat hij zelf dankbaar is dat hij genezen is van die rotziekte. En toen dacht ik van de week, in de Bijbel, deze mensen laten ze straks dopen. Dat heeft te maken met ik wil Jezus volgen. Dat is een keuze die je maakt. Maar de Bijbel spreekt heel duidelijk dat als wij een keuze gemaakt hebben, dat we iets aan moeten trekken. En kijk eens, een van de mozaïekers die vond voor mij een enorme mooie helm. Ik ga hem straks zelfs proberen op te zetten met alle risico's van dien. Maar ik ga eerst proberen te preken, want na die tijd werkt niks meer. Nu alleen de beamer niet, maar dan werkt er niks meer. Mijn apparaten vallen uit en mijn bril schiet af. Maar goed, dat gaan we zo proberen. Maar toen ik deze helm zag, en hij liet het mij zien een paar weken geleden, omdat ik gesproken had over de gordel. Toen zei hij, maar ik heb ook nog een helm. Toen dacht ik, gast, wat heb jij een hoop spullen? En hij zei, ik heb ook nog een zwaard. Ik zei, nou, bewaar dat zwaard nog maar even tot augustus. Maar die helm wil ik graag in juni gebruiken, want er is een doopdienst. En ik denk wat ik te zeggen heb, dat het belangrijk is dat de beslissingen die we maken, de keuzes die we maken, die zitten niet in onze armen, zitten niet in onze benen. Maar die zitten in ons hoofd, in ons denken. En daarom spreekt de Bijbel over dat dat denken ook beschermd moet zijn. Dat denken, dat moet je beschermen met een helm. Want voordat je het weet, ben je je helm kwijt en word je aangevallen. Want we leven nog steeds in een wereld waar er dus, en dat zegt de Efeze ook, ten slotte zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de boze. Dus er is nog steeds een boze. Als je dacht dat wij al, als dat er niet meer was, dan heb je, vandaag hoor je dan volgens mij een betere waarheid. Er is nog steeds een boze. En die probeert ons af te trekken van keuzes. Van keuzes om je te laten dopen, van andere dingen. En ik geloof dat het heel belangrijk is dat je je denken beschermt over wat je gelooft, wat je hoopt, waar je op vertrouwt. Keuzes die je maakt, die je beschermt en zegt van, en daar spreekt Efeze ook over. Onze strijd is niet gericht tegen de mensen, maar tegen de hemelse vorsten en heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen het kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God aan om weerstand te kunnen bieden. Dus u moet de wapens van God aannemen. Het is zijn wapenrusting, maar wij mogen hem aantrekken. Dus het is zijn wapen, het is nooit van ons. Het is om ons te beschermen. Ik geloof dat het heel belangrijk is om dat gewoon te zeggen. Het is zijn wapenrusting. Neem daarom de wapens van God aan om weerstand te kunnen bieden. Op die dag houd stand met de waarheid als gordel om je heupen. De gerechtigheid als harnas op je borst. De inzet voor het evangelie en de vrede als sandalen aan uw voeten.
en draag bovenal als schild waarmee u de brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt, blijft waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Efeze 6 vers 10 en 12. Die kunnen jullie niet zien, maar die staat er echt. Efeze 6 vers 10 en 12. Lees maar na in je eigen Bijbel vanmiddag. Ik ga vandaag spreken over de helm. De helm die je beschermt. Ik vond dit een prachtig plaatje, want dit is eigenlijk dezelfde soort helm als ik mee heb genomen vanmorgen. En deze helm die beschermt je. Er zit aan de zijkant, er zit aan de achterkant en er zit zelfs een ding voor. Seth heeft hem net even opgeprobeerd. Hij is erg zwaar. Hij is erg zwaar. Je zou haast denken, Seth, je kan niet eens bukken, want dan valt hij van je hoofd af. Ik denk ook niet dat je moet bukken, want over het algemeen, soldaten die keken meer recht voor zich. Want daar was het gevaar. Nou, in de Bijbel wordt gesproken over we moeten ons beschermen. En toen dacht ik, er zijn zoveel dingen in het leven dat we ergens een keuze over maken, dat we daar later in aangevallen worden. Of dat je begint te twijfelen. Het is zo menselijk, het is zo normaal. Ik wou het illustreren met een kort voorbeeld. Voor degenen die niet weten, 7 jaar geleden, volgende maand, kwamen wij terug samen met Joey en Romy van Curaçao. En wij hadden 4000 euro op de rekening. En we hadden een kaal huis. Helemaal kaal, er zat niks in. Ja, een kraan en een douche, verder niks. En met 4000 euro, en je moet dan nog een auto kopen, en een bankstel, en kopjes, en pannen, en de hele mikmak wat je nodig hebt om een huis in te richten, ben je heel gauw door je 4000 euro heen. Nou scheelt het als je naar IKEA gaat, dat scheelt iets, maar nog steeds is het niet veel. Vooral niet als je ook nog naar een auto moet zoeken. Uiteindelijk zag ik die rekening een beetje kleiner worden. En dan schiet er bij mij een soort van stress in. Ik raak dan een beetje geprikkeld. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik ga mijn cv uitprinten, ik ga naar de UWV. Ken je dat? De UWV, waar je moet melden dat je een baan wil. Dus ik dacht, nou, ik 3 diploma's onder mijn arm, dus ik naar de UWV. Ik dacht, nou, ze zullen wel op me staan te wachten. Weet je wat, blij dat ik in Nederland ben. Zo, weet je wel, zo dat idee. Nou, dat meisje keek me aan of ik van een andere planeet kwam. Eerlijk waar. Ze keek naar mijn cv en ze zegt, u bent van 53. Ik zeg, nou, is dat zo erg? Toen zei ze, nee, maar dat is wel heel oud. Ik dacht, nou, dat begint hoopvol. Dan krijg je vast een seniorensalaris, dacht ik, weet je wel. Nee, ze zegt, eigenlijk is dat te oud. Ik zeg, te oud? En ze zegt, mag ik uw diploma zien? Dus ik heel trots met mijn hbo-theologie diploma. Ik zeg, kijk eens. En ze kijkt ernaast. Ze zegt, nee, de kerken lopen leeg. Nee. Ik zeg dus niet, ik gauw eronder. Ik denk nou, voordat ze me afvuurt, ik gauw die tweede. Dat was Grafisch Lyceum Utrecht. Dus ik denk, misschien maakt dat wel indruk bij dat meisje van de UWV. Nou, ze keek daarna en ze zei, nou, dat is helemaal niet meer up-to-date, weet je wel. En toen kwam de laatste. Ik heb 3 diploma's en ik dacht, daar gaat ze vast iets van zeggen. Ja hoor. Ze zei, die is verjaard. Daar hebben we ook niks meer aan. Nou, ze zei, meneer Van Hart, ik schrijf u liever niet in. Want dan bent u een dood vuil. Ik zeg, een dood vuil, maar ik leef nog. Toen zei ze, ja, dat is ook wel zo. Maar in arbeidsbemiddeling bent u onplaatsbaar. Nou, ik was een beetje teleurgesteld. Ik had mijn helm thuis gelaten, dat ik een kind van God was. Ik had alles thuis gelaten, want ik dacht, ik had mijn hoop vertrouwen op de UWV. En dat ze op me zaten te wachten. Nou, er zat dus niemand op me te wachten, gezien mijn bouwjaar. Weet je wel, zo van 53, hallo, zijn er nog onderdelen van? Ja, die zijn er nog, ja. Ja, die zijn er nog onderdelen van. Dus ik ging naar huis en ik was echt teleurgesteld. Maar Romy heeft altijd iets bijzonders. En daarom heeft God Romy aan mij gegeven. Want die zegt, waar was je helm? Ja, ik zeg, die lag achter in de auto. Nee, zegt, die had je op moeten zetten. Je moet je helm opzetten. En ik kon dat die dag niet voor elkaar krijgen. Ik was zo teleurgesteld in de UWV en in mezelf en in mijn oude diploma's, dat ik dacht, het wordt niks. Dat wordt niet eens een bankstel, dat wordt 2 stoeltjes. Weet je wel, zo, op die manier ga je dan denken. Volgende morgen stond ik op en toen dacht ik, nee. 20-30 jaar daarvoor, toen wij naar Papua-Nieuw-Guinea gingen en 10 jaar daarvoor, toen we naar Curaçao gingen, toen had God ons een belofte gegeven. Ik zal je nooit in de steek laten. Ik zal altijd voor je zorgen. Al ga je tot het uiteinde van de wereld. Ik zal altijd bij je zijn. Dat was mijn uniform. Dat moest ik aantrekken. Alleen ik was het kwijtgeraakt door de omstandigheden. Door de mensen om me heen. Door die tekorte bankrekening en door zo'n UWV-meisje. Dus ik de volgende morgen werd ik wakker. Dan dacht ik, potverdikke me. Ik ga nog een keer. Dus ik ben de volgende dag ben ik naar een kliniek gegaan in de buurt van Doetinchem. En ik heb niks verteld over de UWV. Ik denk, want dat wordt toch niks. Ik ga gewoon naar die kliniek en ik laat mijn diploma's zien.
Nou, de eerste theologie konden ze helemaal niks mee. Grafisch konden ze ook niet, maar met de derde konden ze wel wat mee. Ze zei, toen we een gesprek gehad hadden, ging niet gelijk, het duurde even. Toen we een gesprek gehad hadden, zei ze, kunt u vandaag beginnen? Ik zei, wat leuk. Ja, graag. Ik wil graag werken. En ik zei, kan ik zo nog even naar huis? Nee hoor, nee. Ze zegt, u moet gelijk beginnen. Wat grappig. Ik zei, want u... Nou, laat maar zitten. Lang verhaal kort te maken. 2,5 jaar gewerkt. Toen ik na 2,5 jaar naar haar terugging, zei ik ben beroepen. Ik ben benoemd, of hoe zeg je dat, ben gevraagd in Mozaïek om voorganger te worden. Toen zei ze, nee, dat kan niet. Ik zei, dat kan niet. Nee, maar ze zegt, ik kan hier niet weg. Ik zei, waarom kan ik hier niet weg? 2,5 jaar, nou ja, weet je wel... Toen zei ze, nee, want we hebben niemand die die diensten kan opvullen. Toen dacht ik, wat gaaf. Deze hele oude man is ondertussen 63 geworden. En nou in één keer mag ik niet meer weg. Wat leuk, hè? Weet je wel. En dan voel je dat je de helm op hebt. En dan denk je, zie je wel, het valt nogal mee met dat bouwjaar. Weet je wel, zo, op die manier. Wat ik probeer te zeggen is er gebeuren zoveel dingen in ons leven... Dat iemand zegt, je doet niet meer mee. Je hoort er niet bij. Je bent niet van ons. Je bent te oud, je bent te jong, je bent te dik, je bent te mager, je bent dat. Je hebt een bril op of je hebt geen bril. Er zijn allerlei dingen waarom mensen dingen tegen je zeggen, waarom je niet meedoet. En voordat je het weet, ga je erin geloven. En hier zegt op een gegeven moment dat we de wapenrusting aan moeten trekken, zodat we weten wie we zijn in Christus. We zijn wel geliefd. Hij zorgt wel voor ons. En als je daar terugkijkt, dan kan ik gewoon zeggen, dankjewel Romy, dankjewel lieve Heer, dat ik die helm opgezet heb. En ik dacht van, ja, maar zo gaan we het niet doen, want daar koop je geen brood voor. Er moet gewoon wat op de plank komen. En u gaat voor mij. En de hele weg van Aalten naar dat plaatsje buiten Utrecht, Warnsveld, heb ik tegen mezelf gezegd, je bent een kind van God. Je bent geliefd door de hemelse Vader. Hij zal altijd voor je zorgen. Ondanks wat de UWV zegt. Ik trek aan de helm van mijn heil. En die helm van mijn heil is niet omdat ik goed was, maar het heeft iemand aan een kruis gehangen, die heeft mijn tekortkomingen gedragen en die heeft gezegd, Kees van harte, je krijgt de helm van mijn heil. Je krijgt de helm van mijn gerechtigheid. Je krijgt de gordel van mijn waarheid. Het is niet mijn waarheid. Mijn waarheid die is niet goed genoeg. Maar zijn waarheid in mij, die is goed genoeg. Die mogen we gebruiken, die mogen we hanteren, die mogen we uitdelen, die mogen we geven. Ik was niet van plan om dat verhaaltje te vertellen over dat UWV. Tot vanmorgen aan de ontbijttafel. We zitten met z'n vijven te ontbijten, opa en oma en 3 kleinkinderen. Zegt een van de kleinkinderen, ik zal haar naam niet noemen. Zei in één keer, eigenlijk is het wel leuk. Het klopt ook wel. Jullie hebben een oude hond en jullie zijn zelf ook oud. En toen dacht ik, de UWV had toch gelijk. En ik ga het ook zeggen. Dus ik zei tegen Nolien, dat is helemaal niet waar. Kijk eens wat een modern overhemd ik aan heb. Weet je wel. En toen keek ze, nee, zei ze, want de hond is oud en jullie zijn ook oud. Ik zei, ja, maar de hond die wordt heel oud en opa en oma ook. Dat is die helm, hè. Die helm is opzetten, de waarheid van God. Maar er is soms zoveel ruis op de lijn, dat iemand tegen je zegt, ja, maar je doet niet meer mee. Je hoort er niet meer bij. Je bent te oud, je bent afgekeurd. Of je bent dit, je bent dat. Van de week sprak ik een psycholoog. Die vertelde mij dat hij die iets doet voor een ander. Dat had hij geleerd in de praktijk dat hij psycholoog was. Hij die iets doet voor een ander. Denk even aan Martin van de Meijden, die schaatser. Die ziel die komt tot leven. Dus ik zei tegen hem, iemand die niks doet voor een ander. Helemaal niks. Niente. Gewoon alleen aan zichzelf denkt. Hij zegt dan, sterft de ziel. En ik dacht, maar kan die ziel dan weer levend worden? Hij zei, ja, ik heb goed nieuws. Die ziel kan weer tot leven komen. Maar dan moet die persoon moet iets voor een ander gaan doen. Dus ik zat gelijk te denken aan staatsakkers. En een uur later kwam iemand binnen, die kwam voor hulp. Dus ik gelijk tegen hem, doe je al wat? Hij zei, nee. Ik zei, dan gaat je ziel sterven. Kijk uit, jongen. Weet je wel. Maar je moet wat gaan doen. Dus ik noemde Dorcas en ik noemde stadsakkers en ik noemde alle andere opties die je kan doen. Doe iets. Ik zeg, ga die bejaarden van de 4e verdieping naar de kantine karren. Weet je wel. Die bejaarden kunnen zelf niet meer. En over 10 jaar heb ik jou nodig. Dus kom maar, rij ons naar beneden. En hij keek me aan. Ik zei, dat kan jij. Je kan mensen naar beneden rijden. Je kan mensen helpen zeggen, wilt u eten? Ik breng u. En je hebt nog een uitkeer. Doe iets voor een ander, zodat je ziel gaat leven. Zodat er leven komt, zodat je kan zeggen, ik heb gedaan wat ik kon. En hier is het, Heer, dit is alles wat ik kon, dan is het genoeg. Maar als je geaccepteerd bent, als je geliefd bent, dan mag je zo weten dat die helm is niet jouw helm. Het is Gods helm. Maar jij moet hem opzetten.
Je moet hem opzetten om jezelf te beschermen, je denken. Ook jullie, de komende maanden, de komende weken, de komende jaar. Je doop is geen garantie dat in één keer de hele buitenwereld denkt, wat zijn jullie gaaf. Nee, de doop is een garantie dat er mensen kunnen komen die zeggen, je bent niet goed. Het begint allebei met een G. Weet je wel. Nou ja, dat kan. En dan mag je gewoon zeggen, ja, dat is misschien zo. Maar ik weet, toen ik gedoopt werd, toen ik 17 jaar was, mijn wereld daarna is compleet veranderd. Want er heeft iemand mij aangeraakt en dat kwam uit de hemel. En die heeft gezegd, Kees van harte, hier is de helm van het heil. Wist jij dat er papen was waren die nog nooit van God gehoord hadden? Jaren later, wist jij dat er Oezbeken zijn die nog nooit Gods woord gekregen hadden? En toen jaren later, wist je dat er in Curaçao kinderen in een container wonen? En als je dat gaat zien, als je die helm op hebt, dan hoor je de hemel. Maar als je die helm afzet, dan hoor je alleen maar, je hebt een verkeerd bouwjaar. Je hoort er niet meer bij. Je bent te oud. Je bent niet geschikt. Je hebt het verkeerde kaliber, noem maar op. Totdat je de helm weer opzet en denkt, nee, maar dat is niet wat mijn hemelse vader zegt. Mijn hemelse vader zegt, ik ben geliefd, omdat hij voor mij alles betaald heeft waar het in werkelijkheid om draait. En ik ga het je laten zien. Ik wil het proberen, ten koste van alles wat het is. En de band die mag komen, want hierna zeg ik geen één woord meer. kijk. Ik buig. De helm van het heil. Door God gegeven aan ons allemaal. Zodat we het leven gaan proeven. Het leven wat God gegeven heeft. Is er dan nog strijd? Jawel. Is er dan nog pijn? Jawel. Maar er is ook een heiland, een heelmaker. En dat gun ik jullie. Dat je zo mag weten. Ik ben zo geliefd door mijn hemelse vader. Dat wat er ook gebeurt, hij laat mij nooit in de steek. Hij zal mij nooit loslaten. Laten we opzetten van de week de helm van het heil. Dat we een kind van God zijn. Gerechtvaardigd door het werk van de Heer Jezus. Daarom mogen jullie je laten dopen. Heeft niks met lidmaatschap te maken. Heeft te maken met ik wil Jezus volgen. En dat is de mooiste beslissing die jullie vandaag gaan nemen. Amen.